Welkom vanuit de Tsjechische Tabor. De veldrijders verdelen de komende dagen de regenboogtruien. En in iedere categorie zijn er oranje kanshebbers. Dus ook bij de heren. Voor het eerst sinds Lars Boom in 2008 is er weer kans op eremetaal. Dit is Tabor, een dag voordat het geweld losbarst. De buitenwijken van een provinciestad voorbij het grauwe Oostblokbeton is het ineens daar. Een mooi rondje, redelijk wat hoogteverschil, maar ook snel. Marianne Vos verkende 3-4 rondjes lang, vooral een test voor de hamstringblessure. Het antwoord? Zorgwekkend. Ja, nog steeds wel wat twijfels. Ook wel hoop van ja goed, gaat het beter. Maar afgelopen week is het helaas niet veel verbeterd met de blessure. Hoogrijden afgelopen zondag, de generale repetitie. Vos werd voorbijgereden door vrouwen die ze niet eens kent. Progressie bleef uit deze week. Het WK is een groot vraagteken. Ik kan wel zeggen dat het niet heel veel verbeterd is. Maak je je zorgen? Ben je in paniek? Nou ja, paniek niet, maar ik maak me wel behoorlijk zorgen. Het is gewoon jammer als je niet naar een WK toe kan leven zoals je dat normaal doet. En als je er echt fit en fris naartoe kunt leven. Laten we hopen dat een zaterdag wel beter is en goed is. En dat ze toch competitief is en dat ze op het podium kan strijden. Het liefst natuurlijk om de eerste plaats. Maar ja, er is nu wat onzekerheid. Ja, een stukje lopen. Er zitten hier weinig lopen in, dus dat is een voordeel. Maar een stukje die er echt zwaar bij liggen, dan komt er heel veel druk op het linkse been. En dat is minder gunstig. Mathieu van der Poel liet zich vandaag niet zien op het parcours. In het hotel was het al snel duidelijk. All eyes on him. Na zijn grandioze zege in Hoogerijden hebben de Belgen ineens een aardvijand. Een manneke van 20 jaar. Maar één collectief tegen hem? Nee, dat niet. Het WK is iets wat je zelf wilt winnen. En als iemand anders heel jou met die trui rondrijdt, heb jij daar niet zoveel aan natuurlijk. Op wie ga je letten? Wie verwacht je zondag? Ja, het Belgische blok zoals je al zei, dat is sowieso. Maar je kan ook moeilijk iedereen gaan terughalen. Ik heb natuurlijk wel de steun van Lars en dat is wel leuk. Dat stelt me wel gerust. Ik probeer gewoon normaal naar deze wedstrijd toe te leven. En het is natuurlijk een belangrijke wedstrijd, maar ik ben gewoon goed in vorm en ik ga gewoon een goede wedstrijd proberen te rijden. Meer kan ik ook niet doen. Ja, maar je moet toch wel spanning hebben? Dit is het, dit is de week. Ja, zo beleef ik het eigenlijk niet. Misschien als het iets dichter komt nog, maar nou heb ik dat gevoel nog niet. Wat vertelde Hoogrijden jou? Ja, heel goed natuurlijk. Ik had hard gewerkt in Spanje en ik had een goede wedstrijd in Hoogrijden. En dan heb ik wel mijn vertrouwen naar deze wedstrijd kunnen toerijden. Ik denk dat ik liever op deze manier dan ga en dan als topfavoriet word genoemd. Maar wel met veel vertrouwen en zo'n goede wedstrijd gereden hebben dan dat ik tiende word en zonder topfavoriet naar hier kom. Dus in dat opzicht ben ik gewoon heel tevreden. Ik heb een heel goede week achter de rug. Mathieu is in orde, is in topvorm. Dus het parcours zoals het er gisteren bij lag was een lastig, zwaar parcours. Ik denk dat dat zeker voor iemand die in topvorm is een voordeel kan zijn. Bij deze familie Groenendaal, de oud-wereldkampioen, de kenner, de liefhebber, zijn verwachting. Als we het dan echt over de profs hebben, over de Nederlanders, dan is dit een speeltuintje voor Mathieu van der Poel. En nog wel? Ja, nou ja, ja. Ja, die zit zo lekker te fietsen, zo alles lukt, alles kan. En ik vind het niet gepast om zo'n jonge gast die net komt kijken, tussen aanhalingstekens, helemaal te bombarderen, gelijk tot topfavoriet, maar hij is het wel. Ja, misschien doet hij het zelf, hè? Ja, maar hij is het wel, ja. De sterkste, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, dat zijn toch wel de. Als die gaan rijden, dan zijn er weinig die echt kunnen volgen op dit moment. En daarmee kunnen de wedstrijden eindelijk losbarsten. Hoe vaak gaan we het Wilhelmus horen? Morgen is het eerste beurt aan de vrouwen met Marianne Vos. De dag daarna de heren met Mathieu van der Poel. Tot slot gaan we terug naar 1996. Montreux, Frankrijk. Adrianus van der Poel. Eindelijk lukte het hem om de wereldtitel te grijpen. Krijgt hij dit weekend eindelijk zijn opvolging. Zijn jongste zoon in Tabor bij zijn eerste WK. Tot morgen.